Welkom bij weer een nieuwe NEC-update. Leuk dat je kijkt naar de wedstrijd tegen FC Groningen. Hier achter mij in de Goffert werd er gewonnen met 6-0. Ja, dat hadden we vooraf ook niet verwacht. Een ruime overwinning van NEC en dat is zo lekker. Ja, zeker. Geweldige wedstrijd, geweldig resultaat. En ja, dus is leuk om zulke wedstrijden te spelen. Denk ik vandaag vanaf minuut 1 was het... Wij die Groningen geen kans heeft gegeven. En jij speelde een goede pot, zeg. Ja, vandaag was een lekkere wedstrijd. Veel loopacties, veel kansen kunnen creëren. Dus dat als aanvaller zijn, is dat natuurlijk heerlijk. Ineens klopt alles, lijkt het wel, hè? Wel heel veel. De machine was aan het draaien en op meerdere vlakken. Zonder bal denk ik uitstekend gespeeld, veel energie geleverd in druk zetten, tegenstander moeilijk gemaakt. En met bal, ook omdat we natuurlijk 1-0 voorkomen, ja, konden we vaak de vrije man vinden. En zijn we als elftal denk ik niet het probleem geweest en hebben we aan ons vertrouwen kunnen werken in balbezit. Ja, dit is wat je al weken of misschien al vanaf het begin zegt, van dit zit gewoon in de ploeg. Ja, dat is altijd moeilijk om... Om precies te duiden wat het is, maar mijn gevoel is dat we dit kunnen. En om allerlei omstandigheden hebben we dat nog niet bereikt. Nou, vandaag heb je gezien dat we het kunnen. Je ziet ook dat een aantal jongens natuurlijk terug zijn, fitter zijn, meer keuzes. Nou, dat helpt uiteraard. Ja, het moet ook voor jou als speler genieten zijn. Hè? De sfeer in het stadion, je wordt ook nog toegezongen. Ja, zeker. Dat is natuurlijk, daar doe je het natuurlijk voor. Dat is anders dan als een paar man op het tribune in Saudi-Arabië. Ja, dat is zeker waar. Dat is wel een verschil. Maar ja, dat is natuurlijk geweldig. En als we zo spelen, dan krijgen we het hele stadion achter ons. En als aanvaller zijn, je speelt natuurlijk dichter bij de goal van de tegenstander. Dus dan kom je natuurlijk ook automatisch tot meer kansen. Dus vandaag was een heerlijke wedstrijd. Ja, is te makkelijk om te zeggen van Philip Sandler doet weer mee, hè? Die vond je niet goed? Die vond ik wel goed, maar dat helpt misschien wel. Maar je ziet andere spelers ook gewoon opleveren. Nee, 100%. Weet je, het voordeel van Philip is dat hij heel goed weet wat er gedaan moet worden op het veld. Kan het ook goed overbrengen op de jongens, dus dat geeft vertrouwen. Ja, goed. En uiteindelijk zie je dat de vertrouwen groeit in de wedstrijd. En anderzijds, de voorhoede bijvoorbeeld, hoeveel energie die geleverd hebben, dat geeft ook het elftal wat meer rust aan de bal. En ja, dat zijn allerlei dingen die bij elkaar komen en dan kun je zo leveren. De sfeer was geweldig in het stadion. Iedereen die zong 10-10-10. Dat is net niet gelukt. Nou, dat zit er nog ver vanaf. En dat was denk ik ook niet realistisch. Maar ik denk dat we wel een aantal mooie goals hebben gebracht. Een aantal goede aanvallen hebben laten zien. En met name ook heel blij dat we weer de nul hebben gehouden. En dat is belangrijk. Normaal zit hij hier naast trainer Rogier Meijer Rondegroot. Gisteren onwel geworden en ligt in het ziekenhuis. Hoe kwam dat nieuws bij trainer Rogier Meijer aan? Ja, dat is een grote schrok natuurlijk, want je bent bij wijze van spreken anderhalf uur daarvoor nog met elkaar zit je in het kantoor. Hij is gaan voetballen en hij is neergevallen. En je schrikt enorm thuis. Nou, dan ga je contact zoeken met de familie. Dan hoor je dat het gelukkig naar omstandigheden goed is. Dat geeft wat geruststelling, maar het is wel heel bijzonder omdat je dag in dag uit met elkaar bent. En hij is natuurlijk ook het gezicht van de club. Dat hoor je ook op de tribune, dus het is een bijzonder. Maar ik ben met name blij dat de omstandigheden goed gaat. Ja, dus het is niet de eerste keer dat dit overkomt. En dan ook eigenlijk nog in diezelfde week als vorig jaar met Bas Dorf. Ongelooflijk. Dus ik heb vanochtend tegen de jongens aangegeven wat er gebeurd is. Ja, dat vond ik wel moeilijk. Maar uiteindelijk zijn ze er goed mee omgegaan. En er zijn best wel veel dingen gebeurd als je zo terugkijkt in de afgelopen periode. En dat is dit er ook weer een van, maar daar komen we wel bovenop. Ja, we hoorden het pas voor de wedstrijd. Dus dat was natuurlijk schrikken en zulke dingen. Dat is natuurlijk kloten en ik hoop dat het snel beter met hem gaat. Ja, wat werd er dan gezegd? Even een moment in de kleedkamer toen jullie het hoorden. Wie nam het woord? De trainer vertelde het ons. Dus die vertelde het ons en dat was schrikken. Ja, de spelers zei ook al, je nam eigenlijk voor, toen bij elkaar kwam pas het woord, toen wisten ze het pas. Hoe reageren die dan erop? Ja, rustig. Ik bedoel, het is ook heel gek, want je geeft een boodschap en daarna zeg je, nou, we gaan naar de standaard situaties kijken. Dus je moet ook weer omschakelen. Maar ik vond wel dat ze het moesten weten. En zij waren heel, heel rustig. En een aantal jongens is natuurlijk wat dichter betrokken bij Ron, dus die informeerden wel wat meer. Maar ik vond dat ze er goed mee omgingen. Ja, Vito zei al van, deze was voor Ron. Ja, ja, mooi. Dat vind ik ook. En 6-0 was ook duidelijk. En wat ik al zeg, ik weet niet of hij gekeken hebt. Dat denk ik niet. Maar als hij de uitslag ziet, dan zal hij meer
meer dan blij zijn. Dan is voetbal maar een spelletje en een bijzaak als je het nieuws van Ron de Groot natuurlijk hoort. Gelukkig gaat het dus wel naar omstandigheden. Goed met hem, ook vanaf deze kant. Veel beterschap, Ron, en ik hoop je snel weer te zien. En dan gaan wij kijken naar volgende week. Dan is RKC de tegenstander. Komende week natuurlijk weer een nieuwe NEC-update, ook de podcast. En vanuit een inmiddels lege Goffert, er wordt nog feest gevierd, zeg ik graag tot de volgende.